Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een Action Shoplog voor je. Deze Action Shoplog die volgt best wel snel op mijn vorige Action Shoplog. Maar ik heb weer eens een verjaardag en ik moest cadeautjes hebben. En ik had een lijstje en de meeste spullen die erop stonden kwamen bij de Action vandaan. Dus dat was natuurlijk weer een reden om naar de Action te gaan. En zoals we wel weten, als je bij de Action komt, kom je altijd met meer spullen thuis. Althans, dat geldt voor mij. Ik moet wel zeggen, het is momenteel iets lastiger bij de Action om spullen te vinden. Omdat ze wat leveringsproblemen hebben. Dus de voorraad zal niet in elke Action op en top zijn. Maar dat heeft alles te maken met de corona. Daar kan Action zelf niks aan doen. Maar het kan vervelend zijn als je dus iets specifieks zoekt. En ze hebben dat op dat moment niet. Maar goed, ik ga jullie gewoon weer even de spulletjes laten zien die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik zeggen, kijk gewoon even gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten, zodat je weet wat de producten hebben gekost. Ik begin even met een computerventilator en dat is deze. Het is een kolomventilator, maar die gaat dus op USB. Die kun je dus aan je laptop hangen of aan je computer. Het staat hier ook. Het is een ventilator, hij is denk ik wit. We hadden ook alleen wit, we zullen eens even kijken. Ja, het is gewoon een witte ventilator. Een klein formaatje en die kun je dan dus op high, low of off zetten en die kun je dan dus gewoon naast je computer of laptop neerzetten en met de warme dagen kan het misschien wat verkoeling geven. Er zit een USB stekkertje bij waardoor je hem kunt verbinden. Dat lijkt me ook wel handig, maar dit leek me wel gewoon handig voor de zomer. Ik werk heel veel achter de laptop, dus ik dacht ja, dit kan best wel een goede uitkomst zijn. Ik weet niet of het heel veel lucht gaat geven, maar het zal misschien iets doen. Dus ik dacht, die kan ik gewoon wel eens proberen. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik een diamond painting set. En dat is deze. Ik heb zelf nog nooit diamond painting gedaan. Het leek mij al wel eens heel leuk. En ik dacht, ik zou het wel eens willen proberen. Maar vaak als ik zo'n setje tegenkom, zijn ze nog best wat duur. En ik denk, ja, voor hetzelfde geld vind ik het helemaal niks. En dan verspil je eigenlijk heel veel geld aan iets wat je misschien helemaal niet leuk vindt. Bij de Action hebben ze momenteel weer heel veel setjes die echt heel goedkoop zijn. En ik heb een hondje. Het is dit hondje en ik wil het gewoon eens gaan proberen van misschien vind ik het leuk. Er zitten de kraalzakjes zitten erbij, er zit een bakje bij en er zit wax bij en zo'n pennetje om dus de kraaltjes op het patroontje te leggen. Dus ik ben heel erg benieuwd, ik wil dit gewoon eens een keertje gaan proberen. Dus dit leek me wel leuk. Ze hadden ook een katje, die zou er kunnen zijn, maar die hadden ze helaas niet. Maar het hondje vind ik ook super leuk, dus dat is deze. Dan heb ik een haar remover handschoen. En dit is zo'n handschoen die je kunt gebruiken om dierenhaar te verwijderen. Hier kun je dus gewoon je dier mee kammen. Je trekt dit aan, dan kun je je dier gewoon aaien. En dan zou het haar hier aan blijven kleven. Er staat een hond op en ook een kat. Maar ja, ik heb drie katten en die verharen op het moment echt als een malle. Dus ik dacht, nou, ik wil het gewoon wel eens proberen. Bij de Action zijn ze een stuk goedkoper. Ik weet dat kruidvat en trekpleisters ook soms heeft, maar dan zijn ze echt wel 10 euro of zo. Dan denk ik van ja, dat heb ik er dan weer niet voor open. En deze is, ja, de prijs heb je inmiddels in beeld zien staan. Een stuk goedkoop. Ik dacht, ik kan het gewoon eens proberen. Weet je, is het niks, dan ben je er ook niet aan gekocht. Dus dat is deze handschoen. Het is een beetje een puinhoop hoor, in dit tasje. Dan heb ik een massagebal. En ik heb nog wel eens spierpijn, vooral in mijn benen. En ik dacht, goh, misschien is dat wel lekker om gewoon met zo'n bal eroverheen te gaan om je spieren een beetje te masseren. Hier staat eigenlijk bij dat het ook heel erg geschikt is nadat je een workout hebt gedaan. Ik doe geen workouts, ben ik heel eerlijk in. Maar ik dacht, nou, ik wil het gewoon wel eens proberen. Ja, ze zijn super goedkoop bij de Action. Ik dacht, ja, misschien voelt het wel lekker. Ik zit nu even over mijn been te doen en kijk, het rolt gewoon zo. Het voelt best lekker. Ik weet niet of het echt heel lekker werkt voor je spieren. Het is een heel goedkoop dingetje, maar ik ga het gewoon eens proberen. Wie weet doet het wel wat. Dan, ja, heb ik iets wat eigenlijk al uit de verpakking is, wat ik ook al heb gebruikt.
En dat zijn deze kleefroller sets. Ik had deze op dat moment even nodig. En ik kon mijn eigenste niet vinden. Dus ik dacht, nou, nu laat ik maar even zo'n setje halen. En ik moet zeggen, ik heb ze dus al gebruikt. Ze werken echt heel goed. Ik vind ze bijna nog beter als die van de IKEA. Er zitten helaas niet zo heel veel rolletjes op. Dus het is niet een hele grote. Maar ja, ik vond hem eigenlijk wel heel goed werken. Hij heeft echt het haar plakt hier wel echt heel goed aan. Dus ja, gewoon even voor tussendoor is het een prima oplossing. Dan heb ik ook nog laminatorsheets. Ja, ik heb zelf een lamineerapparaat en ik vind het fijn om die sheets op voorraad te hebben. Dus ik had weer even zo'n bakje meegenomen. En ik moet zeggen, ik heb ook al gelamineerd inmiddels met mijn lamineerapparaat en het werkt echt top. Dus zeker, dit is echt wel heel erg fijn. En ook gewoon fijn dat Action dit heeft. Ze hebben zelf ook de lamineerapparaat, dus ook wel fijn dat ze de hoezen hebben. Dan heb ik nog een liniaal. Voor mijn bullet journalen gebruik ik heel veel linealen. En ik had een liniaal en die is Fuji. Ik weet niet waar dat ding gebleven is. Ik vraag het me nog steeds af. Ik dacht, nou, laat ik maar even een nieuwe meenemen. Hij is verder niet heel bijzonder. Het is gewoon basic lineaal. En ja, dan kan ik weer even iets langer de strepen trekken. Dat vind ik wel handig. Dus die. Dan heb ik een houder voor tandenborstels. Ik moet zelf elektrisch, maar ik heb wel een losse tandenborstel staan voor mijn tong bijvoorbeeld en een tongschraper. Ik heb nu een bakje staan, die is heel vies en ik zag nu dat ze speciale bakjes hadden en ik dacht, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. Ik heb grijs, ze hadden niet heel veel kleurencombinaties, maar ik dacht, nou, dan staat het in ieder geval wat netter en ook wat frisser in de badkamer, dus dat vond ik wel een handig item. Er zitten gewoon trouwens 4 gaten in voor 4 tandenborstels. Even kijken hoor. Ik heb 2 tassen, dus het is allemaal, ligt allemaal een beetje door elkaar heen. Dan heb ik nog 2 stickervellen. En ik heb deze. En deze heeft allemaal vogeltjes en bloemetjes. Ik had laatst in mijn Action Shop nog ook al stickers laten zien. En deze die had ik nog niet. Die vond ik er heel erg leuk uitzien. Het zijn 2 setjes met stickers. Dus ja, gewoon super vrolijk, super leuk. En dan heb ik er ook nog eentje met plantjes. En veertjes en zo. Die vond ik ook wel heel erg leuk. En wat cactusjes. En deze vind ik ook wel heel erg tof. Want hier heb je een dromenvanger bijvoorbeeld. Ja, gewoon een heel vrolijk setje. Ook wat tekst. Ik zie hier love. Simple, simple breed. Ja, gewoon hele leuke stickervelletjes. Die altijd leuk zijn voor in je bullet journal. Als je dat natuurlijk doet. Volgens mij is dit tasje dan bijna leeg. Even goed kijken. Ja. Dan heb ik nog een coloring travel set. En dat is deze. En dit is een setje met 2 kleurboekjes en potloodjes. Heel erg handig. Dus zou je op reis gaan. Dat ziet er dan zo uit. Waarom gaat dit niet open? Oh, het zit nog vastgeplakt. Wacht even. Ik zal even het plakband eraf halen. Het gaat dus dicht met een elastiek en als je hem dan openmaakt, dan heb je dus hier 2 kleurboekjes. En hier zitten dus 12 potloodjes bij. Ik heb er hier één, ja, ik heb er vooral één met diertjes geloof ik. Zal ik even wat lager zetten. Er zitten gewoon zulke soort kleurplaatjes zitten erin. En die kun je dan gewoon kleuren. Misschien ook leuk voor als je op reis bent met kinderen of zo. Ik weet niet of mensen nu echt op vakantie gaan, maar ook in eigen land kan dat heel leuk zijn. En dit soort kleurboekjes zitten erin. Deze is wel heel erg met dieren, zie ik. Dat vind ik wel heel tof. Ja, super leuk. Echt een heel goedkoop setje. Maar ja, gewoon wel super leuk om gewoon eens wat vermaak te hebben. Kan ook gewoon lekker op de bank zijn om wat ontspannends te doen. Dat was tasje 1. Ga ik even door naar de andere tas. Die zit vrij vol. Allereerst heb ik 2 bakken met klemdeksels. Ja, ik heb 3 katten en ik heb een zolder waar ik al mijn boodschappen bewaar. Nu heb ik 1 kat die gaat dus naar de zolder toe en die maakt dus koekjes open. Ik heb er nu al een paar keer betrapt dat ze dus echt boodschappen open maakt. Toen dacht ik, laat ik even bakken meenemen met klemdeksels. Dat zijn niet de allerdiepste bakken, want hoeveel is dit? Deze is 8,5 liter. Het is een A4 formaat.
Nou ja, ik dacht, weet je, dan kan ik in ieder geval wat dingen erin doen. Het zijn niet dat ik heel veel koekjes heb, maar in ieder geval als ik dan een keer koekjes heb, dan blijf je daar tenminste van af. Want dit is gewoon echt super vervelend. En ik moet mijn hele boodschappenkast ook een beetje organiseren. En dan kan ik het gewoon gelijk een beetje in deze bakken doen. En deze is dan precies hetzelfde. Dit is ook 8,5 liter. En ik moet ook zeggen, ze hadden niet heel veel keuze in bakken, omdat er best wel veel ook op was. Maar nou ja, ik heb in ieder geval 2 klembakken waar ik even mee vooruit kan. Dan heb ik een dienblad. En ik was al een tijdje op zoek naar een nieuw dienblad. Als je mijn vlogs volgt, weet je dat ik op mijn tafel een dienblad heb staan met wat snoepjes erin. En ik leg daar mijn onderzetters op. Maar onder het mom van alles vervangen in huis wat een herinnering heeft, viel ook een dienblad. En ik was al een tijdje op zoek naar een andere. En ik kon er eigenlijk geen één vinden. En ik had al een tijdje bij de Action elke keer gekeken. Maar ze hadden ook heel veel waar een spiegel in zat. Dat vond ik niet zo heel geweldig. Want ik dacht, ja, hè, dat vind ik dan niet zo passen, maar deze vond ik wel heel tof met zilveren. Ja, dat die zilver is, dat past wel bij mijn interieurs. Ik dacht, nou, die wil ik dan wel meenemen, want die vind ik wel heel tof. Dus dat is deze. Ben ik ook heel blij mee. Oh, waar ga ik alles neerzetten? Dan heb ik een mat voor huisdieren. Dit is van Bella en Max. Ik heb een zwarte gekozen. Ik heb in mijn woonkamer heb ik een heel leuk tafeltje staan met een herdenkplekje voor mijn konijntje. En daaronderin zit een gat, daar kunnen katten in zitten. Dat hebben ze ook een tijdje gedaan, alleen het ligt nu niet zo lekker, want het ligt heel hard, want er ligt geen kussen in. En op het plaatje stond een heel leuk kussen erin, nou die zat er niet bij. Dus ik dacht, ik moet op zoek naar een dierenkussen. Dat was een tijdje al een drama, want ik kon ze elke keer niet vinden en nu zag ik ze weer. Je had verschillende varianten, maar ik heb dus gewoon voor deze gekozen. Die ligt dan gewoon lekker. Deze is 60 bij 50 centimeter, dus daar kunnen ze gewoon lekker op liggen. Ik dacht, ja, weet je, dat staat ook gelijk wat leuker. En kunnen ze ook gewoon weer lekker relaxen op een plekje wat voor hun ook lekker voelt. Even kijken hoor. Dan heb ik een hele grote verjaardagskaart. Ik vind het altijd leuk om een kaart te geven bij een verjaardag. Soms stuur ik ze ook op, maar in dit geval ga ik op de dag zelf. Dus hoef ik hem niet op te sturen. Ik vond deze wel heel erg leuk. Het is niet een hele bijzondere kaart. Moet ik zeggen dat heel veel kaarten die ze hebben in deze grootte best wel gericht zijn op kinderen. Maar ik dacht, deze kan prima. Heeft een beetje ook 3D. Dus dat vond ik wel leuk. Zit een envelop bij. En dan aan de binnenkant. Ik vond hem heel erg leuk. De envelop vind ik niet heel mooi, want hij is een beetje, ja, een beetje, ja, wat voor kleur is dit? Bruinachtig. Dat vind ik niet heel erg leuk. Maar het gaat om de kaart. En ik denk dat Naat hier wel heel erg blij mee gaat zijn. Dus ik dacht, nou, die vind ik wel leuk. En hij kostte ook nog eens heel erg weinig. Dus ja, echt ook voor kaarten kun je gewoon prima bij de Action terecht. Dan heb ik weer even zo'n setje met 3 bakjes meegenomen. Dit zijn die Flex Mini Trays. Die heb je ook in mijn vorige shoplog kunnen zien. Ik heb nu voor mijn knutselhoek heb ik ook een karretje. En die wil ik gaan indelen. Ik dacht, ja, dan is het ook wel netjes om daar wat mandjes voor te hebben. Ik heb in eerste instantie gewoon een pakje van 3 meegenomen. Ik dacht, kom ik tekort? Kan ik later, als ik bij de Action kom, altijd nog eens een keer een treetje bijhalen. Maar ik dacht, laat ik eerst maar gewoon 3 meenemen. Ze hadden nog steeds alleen deze kleuren en nog een andere. De lichtere kleur, maar ik heb voor deze gekozen. Want ik had hier ook nog een mandje van over van de indeling van mijn beauty kast. Dus ik dacht, nou, dan staat het wel leuker als het allemaal één kleur is. Nog een basic items, dat zijn scheermesjes. Die neem ik ook meestal even mee als ik bij de Action kom. Die dingen gaan er als een malle doorheen. Heb je nodig in je leven, vind ik persoonlijk. Dus ik dacht, nou, gewoon even een nieuw setje. Ja, dan gaan we even voor naar een aantal van de cadeautjes. Zoals ik al zei, ik had er best wel veel moeite mee. Want heel veel dingen die ze op het lijstje had staan, die hadden ze niet. Wel had ze deze Scratch Coloring Books op het lijstje staan. Dus ze wilde graag iets met dieren. Ik heb deze gekozen. Hier zitten 24 stuks in. En, oh, ik zie ook wel een hele mooie. Dit zijn de dieren die erin zitten. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is voor jullie. Maar ik zal er gewoon eens even een paar laten zien. Je hebt hier bijvoorbeeld een hele mooie hond die je kunt inkleuren. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Je kunt ze ook uitscheuren trouwens. Je hebt een stippellijntje.
hier heb je bijvoorbeeld een wolf. En hier zie je dan het stippellijntje waardoor je hem kunt uitscheuren. Ik zag net een hele mooie en die wilde ik even laten zien. Want dat is deze, dat is de kat. Dat heeft dan toch wel weer, dat doet weer iets met mij. Dat vind ik geweldig. Dus hele leuke boekjes. En ja, omdat ze toch wel graag iets met dieren wou, dacht ik, nou, dan neem ik sowieso eentje met van deze mee. En dan heb ik er nog één met dieren. En dat is deze. Hier zitten dus ook dieren in. En dat konijntje vond ik heel leuk op de voorkant. Dat zijn dus deze dieren. Ik zal er even een paar laten zien. Hier heb ik gelijk het konijntje die ik heel tof vind. Zelfs ook bloemen. Het zijn niet allemaal dieren. Die kun je gewoon inkleuren mooi. En even kijken wat hebben we nog meer in de aanbieding. Oh, deze is ook wel heel erg mooi. Kijk, deze hond met bloemen op het hoofd. Dus die, daar heb ik er gewoon twee van gekocht. Ik dacht, ja, weet je, die wilden ze graag hebben. En ik vond dit wel de leukste met dieren. Dus die. Dan heb ik een setje met charcoal pencils. Dit zijn houtskoolverbloden. En aangezien ik best wel veel kleur en zo, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook een beetje eigenlijk wat van dat soort potloden hebben. Ik had ze nog niet. Ik wist ook niet of Action ze nog had. Maar ik zag ze nu staan. Ik dacht, nou, dit kan ik wel mooi meenemen. Zit ook in een heel mooi doosje. Dat vind ik altijd wel fijn bij de Action. Er zitten 10 potloden in. Die kun je gewoon mee kleuren. En ja, ook weet je, ze waren heel goedkoop. Ik dacht, ik kan het gewoon eens proberen. Misschien bevalt het me wel. En je kunt dit natuurlijk ook uitwegen. En ik wil echt wat meer gaan doen met kleuren. Dus ik dacht, ja, ik vind dit wel heel erg leuk om, om te gaan proberen. Dan heb ik voor in de badkamer, in hetzelfde thema als dus net dat tandenborstelhoudertje, een zeepompje. Ik vind het altijd netter staan om een zeepompje te hebben. Ik heb nu gewoon van die plastic flesjes er staan met zeep. Werkt prima, maar ik vond deze er wel heel luxe uitzien. Staat eigenlijk weinig op. Ja, het is een beetje een bijzonder spulletje. Het is ook niet echt plastic. Ik kan niet echt omschrijven wat het is. Maar als je de kleuren dan... Oh, het is wel fijn als je het weer even goed erop kan draaien. Naast elkaar houdt, staat het in de badkamer gewoon super leuk natuurlijk. Dus ik dacht, nou, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik er nog één gekocht. Deze is zwart. Oh ja, het kaartje was er afgevallen. En deze heb ik dan voor in de keuken. Ze hadden helaas niet meer nog een grijze. Maar ik dacht, ik vind de zwarte ook wel mooi. Ik dacht, dat vind ik dan in de keuken ook wel mooi staan. Ik zie wel dat hij al een beetje beschadigd is. Dat heb je wel. Kijk hier. Misschien dat ik hem nog een beetje zwart kan maken. Misschien met een doekje erop dat het nog wel weggaat. Dat weet ik niet. Er staat ook eigenlijk niet zo goed op wat voor materiaal dit is. Er gaat wel 300 ml zeep in. Dus op zich prima. Ik vind het wel mooi staan gewoon op je aanrecht. Dus die. Dan heb ik... Ja. Even kijken hoor. Ja. Als je mijn shoplog van een tijdje geleden hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat ik wat onderbroekjes had gekocht om te proberen. En die bevielen me zo goed dat ik dacht, goh, ik neem ook nog even twee witte mee. Het zijn echt hele fijne broekjes die heel comfortabel zitten. Zijn ook, volgens mij zijn ze ook naadloos. Ja, ik zie niet echt naadjes lopen. Het zijn gewone broekjes, maar ze zitten echt super lekker. Dus daar heb ik er twee van meegenomen. Ik heb de maten SM. Die zitten bij mij prima. Je hebt volgens mij ook LXL of ML. Dat weet ik niet precies, maar ik kijk gewoon naar het roze tekentje. Want ik weet dat dat mijn maat is. Dus het zijn echt hele fijne broekjes waar je gewoon af en toe eens wat van kan meenemen. Ze zijn niet heel duur per stuk. Maar goed, als je er gelijk 10 meeneemt, dan ben je ook weer een fortuin kwijt. Maar gewoon 2 per keer vind ik prima. Dan heb ik een item gekocht wat eigenlijk een paspoorthouder is. Maar daar ga ik hem niet voor gebruiken. Het is eigenlijk een koffer voor je paspoort. Maar ik wil deze gebruiken voor pasjes. Want je kunt er ook pasjes insteken. Ik merk als ik gewoon af en toe eens een keertje een tasje mee wil nemen die wat kleiner is. Dat ik eigenlijk geen grote portemonnee mee kan nemen. Dat ik niet echt
iets heb om het in te stoppen. En hier kunnen gewoon pasjes in. Dus ik heb hem niet voor een paspoort, maar wel gewoon, want die heb ik niet eens. Je kunt dus hier een paspoort insteken, maar gewoon voor pasjes, omdat je dat er ook in kan stoppen. Je kunt er wat los geld in stoppen. Dus eigenlijk een paspoortkoffer, daar wil ik hem niet voor gebruiken. Wat ik eventueel wel handig zou vinden, is eventueel om de scooterpapieren hierin te steken. Want dat lijkt me op zich wel, wel handig. Maar ja, die heb ik eigenlijk gewoon meer voor de pasjes. Als ik een keer een klein tasje mee wil nemen, dat ik dat erin kan doen. Dan, even kijken hoor. Komen we bij de andere cadeautjes. Natalie wilde heel graag die aquamarkers hebben. Als je mijn vlog van afgelopen week hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik aquamarkers heb gehad als belpje voor de baby shower. Ze had zelf al een blauw setje. Ze wilde ze graag compleet hebben. Maar helaas, ze had er maar 3 setjes. Dus ik heb voor haar maar de grijze gekocht. Dit zijn de aanvulling op de grote sets. Ze hebben ook die hele grote sets. En daar hebben ze dus nu nieuwe kleuren bij uitgebracht. En dat zijn nu 6 kleintjes. Het jammer is wel dat hier niet zo'n handige cover bij, zo'n handig ding bij zit. Bij de grote variant zat zeg maar zo'n zwarte opberg bak bij. Die zit hier niet bij. Je moet ze eigenlijk wel liggend bewaren. Dus hoe je deze moet gaan bewaren, daar moet ik nog wat op verzinnen. Maar in ieder geval heb ik dus deze in ja, de grijze variant. Ik heb de roze variant. En de gele variant. En voor mezelf heb ik dan nog de groene meegebracht. Omdat ik ze ook graag compleet wilde hebben. Maar ze eigenlijk maar 1 groene hadden. Dus die heb ik dan maar voor mezelf gekocht. Zodat ik ook mijn setje erbij heb. Volgens mij moet ik nu nog blauw en paars. En natuurlijk dus groen en paars. Die hadden ze gewoon echt niet. Dus ja, ik kon er niks aan doen. Ik had graag de complete set aangegeven. Maar ja, het werd hem gewoon niet. Het was lastig. Dan heb ik ook nog voor haar clearstems. Ze had clearstems gevraagd en de setjes die zij graag wilde hebben, hadden ze niet. Toen heb ik gekeken naar andere en ik vond deze ook wel leuk. Dit is een beetje met zomervibes. Bijvoorbeeld deze vind ik heel tof. Een glas met een ijsblokje erin, maar ook een cocktail, een aardbeidje, een glaasje wijn. En hier zie ik ook een ijsblokje nog. Ja, gewoon een beetje een zomers thema. Dus ik dacht, nou, dat vindt ze vast ook wel leuk. Ja, het is gewoon heel lastig omdat je daar een beetje, ja, zoekende in bent. En ik heb tekstjes en die vond ik ook wel heel erg leuk. Ik heb Home Sweet Home. Ik zal ze even oplezen. Je hebt Stop Dreaming, Start Doing. I'm a Dreamer, Do Not Give Up. Follow Your Dreams and Just Go. Dus dat zijn deze. Ja, ze hadden gewoon echt niet zo heel erg veel helaas. Dus ja, ik ben niet perfect geslaagd voor de cadeautjes voor Natalie. Maar desondanks denk ik wel dat ze er blij mee is. Maar ik vind mezelf normaal origineler met cadeautjes. Alles valt hier inmiddels om. Dan ben ik bijna toe aan de laatste producten. Ik heb voor mezelf nog maar even zo'n setje met penseeltjes meegenomen, want ik ben die van mij kwijt. Ik weet niet waar ik ze heb gelaten. Ik vind ze zo fijn. Ze zijn heel goedkoop en ik heb hier al een paar keer mee geverfd en ze bevielen me zo goed. Maar ik wilde laatst gaan verven. Ik kon mijn penseeltjes niet meer vinden. Ze liggen vast ergens boven, maar waar? Joost mag het weten. Maar goed, dan heb ik in ieder geval een reserve. Mocht ik die andere weer vinden. En ja, zo lang kun je er waarschijnlijk toch niet mee verven, want na verloop van tijd moet je ze toch wegdoen. Heb ik in ieder geval een reserve setje. Dus ik dacht, nou, dit is prima. En dan het allerlaatste wat ik heb, dat zijn verfpotjes. Ze hadden weer verfpotjes bij de Action. En ik, dit zijn gewoon van die potjes waar je water in doet en waar je dan mee kunt verven. Over het algemeen verf ik nu nog beneden. Maar ik wil weer meer boven gaan werken. Ik zou ook boven willen verven. Ik heb boven geen mogelijkheid tot het pakken van water. En ik vind toch eigenlijk, als je een kleur hebt gebruikt, vind ik het wel fijn om schoon water te gebruiken om je kwast schoon te maken. Dus ik heb gewoon 3 verfpotjes erbij gekocht.
Zodat ik gewoon meerdere potjes met water kan vullen als ik dan boven zit, dat ik niet steeds naar beneden hoef. Dus ik heb een blauwe, ja, deze zijn, ik geloof, een 48 cent per stuk. De prijs heeft al in beeld gestaan. Ik heb even een blauwe meegenomen, een rode en een groene. Ik had zelf al een gele en ik dacht, ja, weet je, dan heb ik gewoon eventjes wat meerdere potjes om te verven. Vind ik gewoon heel fijn, want ja, dat geeft gewoon even net iets makkelijker weer. En dan zit hier gewoon een gaatje in waar je dus je penseel in kan stoppen. En dan ja, kun je hem even schoonmaken. Maar net wat ik zeg, ik vind het dus fris om gewoon meerdere potjes te vullen met water. Dus dat eigenlijk. Dit waren dan voor nu alle items die ik dit keer bij de Action heb geshopt. Het is eigenlijk best wel weer heel erg veel geworden. Ik moet wel zeggen, zoals ik al eerder zei, ik ben dus niet helemaal tevreden met de cadeautjes. Maar ik ga ervan uit dat ze het gewoon heel erg leuk vindt en dat ik op zich wel heel goed geslaagd ben. Ja, het is gewoon jammer. Je moet momenteel gewoon echt een beetje roeien met de riemen die je hebt bij de Action. Dus je moet, ja, het is niet standaard dat je met het naar buiten komt wat je zoekt in verband met die levering. Maar dat is gewoon even niet anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik dit keer bij de Action heb geshopt. Ik ben ook benieuwd of jullie zelf misschien al wel weer bij de Action komen. Of dat je toch nog eventjes laat zitten nu met corona. Of dat je misschien zelf al hebt ervaren dat de bevoorrading niet zo lekker loopt. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Ook kun je het belletje aanzetten, want dan krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt en hoef je niks te missen. Vond je deze video dan leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!